Dag Regina. Dag. Hoe gaat het met jou? Goed. En met jou? Met mij gaat ook alles goed, dankjewel. Woon je hier graag? Ja, het valt mee. Wat vind je leuk in België? Precies in België misschien is moeilijk te zeggen, maar je zit in het centrum van Europa, dus je bent dichtbij bij andere landen. Ja. Is makkelijk bereikbaar. Ja. En wat vind je niet zo leuk? Ik denk iedereen vindt het weer niet leuk. Regent. Ja. En persoonlijk voor mij is een beetje vies. De vies? Straten. Ja. Ja. Dus, als je dat vergelijkt met jouw land, is het dan, zijn de straten hier veel viezer dan? Ja. Ja? In Estland is echt schoon. Werk jij op dit moment? Nee. Op dit moment studeer ik Nederlands. Mm-hmm. Maar ik kwam naar België als Erasmus-studenten. Mm-hmm. Ik studeer handel en wetenschappen. Ja. En hopelijk in september kan ik verder gaan. En heb je in jouw land ook gestudeerd? Ja, ik heb daar 1 jaar. Mm-hmm. En daarna ging ik als Erasmus. Ja. En ik wil mijn studie hier afmaken. En heb je in Estland ook gewerkt? Ja, het was een zomerwerk. Ja. Een studentenjob. En als je echt mag kiezen, wat is dan jouw droomjob? Eigenlijk, ik heb geen droomjob. Mm-hmm. Ik ben niet echt een carrièremens. Dus voor mij persoonlijk komt gezin op het eerste plaats. Mm-hmm. Maar als een manager, dat zal ik leuk vinden. Ja. En wat moet je dan nog allemaal doen om dat te bereiken? Ik mag nog mijn studie afmaken. Ik moet nog iets minder dan 2 jaar studeren. En wat doe je zoal in je vrije tijd? Eigenlijk niet veel. Mm-hmm. Wat normale mensen doen. Boodschappen, winkelen. Een beetje fitness. Eigenlijk in Estland had ik weinig vrije tijd. Mm-hmm. Dat ik was echt bezig met mijn studie. Meestal van de dag. Ja. En dan natuurlijk ga je naar familie. En, mm-hmm. Dus vrije tijd was een beetje ja. Luxe of... Luxe. Ja, ja. Luxe. Oké. Okay. Zeg, het was een leuk gesprek. Misschien ja. Moeten we nog eens een keer afspreken. Ja, het zal leuk zijn.